na lange tijd ga ik eindelijk een keer weer op pad. We gaan het klompenpad lopen bij Staverden. Die is net geopend. En we gaan die van 13 kilometer lopen. En dat doe ik samen met mijn leuke tante. Ja. Echt een wandelfanaat. Oh, heerlijk. Dus, we gaan op pad. Ja. Nou, na een hele fotosessie bij het landgoed gaan we nu eindelijk echt aan de wandel. Ja, want 13 kilometer, we zijn er maar op het begin, hè? Ja. Ja. Het zou toch leuk zijn als we een hert gaan spotten op een van zulke soort veldjes. Zoals het een echt klompenpad betaamt, lopen we door het weiland. Prachtig. Dat is het huis van de Freules. En we hebben een heel mooi huis ontdekt in het bos. Ook een soort landgoed, maar daar kunnen we helaas niet heen. Zo jammer, want in die vijver staan heel veel mooie waterlelies. Oh, ga lekker er langs. Nou, ook nog een perfecte plek om even pauze te houden. Jammer genoeg loop je dit stuk nu wel langs de drukke weg. Dat is wel een beetje jammer. Het is eigenlijk best wel een afwisselende route. Want je loopt
door het bos en de heide. En dan het laatste stuk ga je dus langs Boerenerf. Dat is best wel ja, gevarieerd. Wat vind jij, tante? Gevarieerde route. Wat zei je? Even naar de camera. Oh, het is een gevarieerde route. Kijk, en hier heb je van die mooie overstapjes. Oh ja, dat leuk. Is leuk. Ja, dat is ook leuk. Dat hoort ook echt naar het land van. Nou, show dat maar eens even naar de kijkers. Dit is echt klompenpadachtig. Ja, nou dit ook, hè. Even zo de water met de... En die koeien zo op de achtergrond, mooie wolken erbij. Yes. Mooi weer. Perfect. Oh, we hebben herten gespot. We gaan ze even bespieden. Wat veel. Ja, het zijn er heel veel. Maar ik moet je nu even wachten totdat ze weer komen. Nou, 13 kilometer. Ja, we hebben de wandeling afgerond. Het was heel gevarieerd qua landschap. En als hoogtepunt hebben we natuurlijk de herten gezien. Ja. Dat was wel heel mooi. Uniek, zeg maar. Maar als je deze wandeling een keer gaat doen op een zonnige dag, wees erop voorbereid dat het hier heel druk is. De parkeerplaats was helemaal vol. Er zijn veel fietsers, veel wandelaars. En als je daar niet van houdt, moet je daar dus wel even rekening mee houden. Ja, verder was het gewoon heel mooi. Ja, ik heb ervan genoten. Nou, misschien doen we het nog een keer over met elkaar. Nou ja, ik bedoel, dan gaan we een andere wandeling. Ja. Toch? Nou, tot de volgende keer. Toch.